We moeten het hebben over influencers. Want daar is toch wel het een en het ander aan het bewegen. Hallo, ik ben Koen den Olf en dit is de content marketing vlog The Fat Five. Met vandaag de influencer marketing editie. Wil je geen enkel van deze vlogs missen? Schrijf je dan in via thefatfive.be. 1 op 3 jongeren in België kocht de voorbije 3 maanden iets onder impuls van een influencer. Bij de volwassenen volgt ongeveer 40% influencers en ook bij die groep wordt 1 op 3 beïnvloed in hun gedrag of aankopen. Wat zien we nog? De markt professionaliseert met een heleboel bedrijfjes die voor merken influencers helpen selecteren, managen en hun effectiviteit meten. Dit zijn voor mij de 5 zaken die marketeers dienen te weten over influencer marketing. Let's go! Influencers zijn tegelijk een kanaal als een middel. Je komt via hen in contact met een specifiek en soms moeilijk te bereiken publiek. Die mensen die hen volgen zijn ook echt wel fans. Ze krijgen dus ook wel een en ander gedaan van hen. Influencers zijn dus het ideale wapen om toegang te krijgen tot een specifiek publiek en hen te activeren. Dat is inderdaad juist wat Koen zegt. Zo is er een case van LS, het Italiaanse kledingsmerk, dat eigenlijk was blijven steken in de jaren 90 en geen connectie meer had met de jongere generatie. Maar ze zijn er toch in geslaagd om terug hip te worden. Zo hebben ze een campagne gevoerd met Zara Larsson. Het idee was om een live concert te geven op TikTok. Zowel Zara als haar dansers droegen een volledige outfit van LS. En die outfits konden de kijkers tijdens de liveshow rechtstreeks kopen op TikTok. Daarnaast konden de kijkers met de hashtag BeBold zelf ook video's insturen, die dan ook verschenen tijdens de liveshow. Resultaat? Meer dan 700.000 ingestuurde video's. 4,2 miljard views. En dat is nog niet alles, boys. 92 miljoen likes en comments. Crazy. Het lijkt evident dat je als marketeer op zoek gaat naar de influencer die bij je product past. Maar wat je dan meestal krijgt, zijn de usual suspects. Die perfect in een hokje passen, maar niet altijd met de meest creatieve content komen. Omdat ze binnen hun profiel voor heel gelijkaardige merken werken. Doorbreek de status quo en ga op zoek naar creatieve geesten die met verrassende ideeën kunnen komen. Maar hoe doorbreek je zo'n status quo? Ik had onlangs een samenwerking met Filera met de vraag om je nieuwe One to Spray te promoten. Ik kreeg carte blanche, dus ik heb gewoon mijn ding gedaan. Ik had dus geen zin om gewoon een foto te trekken met het product, want dat is iets wat in 2016 werkte. Nu niet meer. Laat gewoon de creators hun ding doen. Er is ook een keerzijde aan de medaille. Veel jongeren laten zich voor hun uiterlijk beïnvloeden door influencers. Ze willen eruit zien als het ideaal beeld dat hen voorgeschoteld wordt op Instagram en gaan daar heel ver in. Recente wet in de UK verbiedt influencers zelfs om bewerkte foto's te gebruiken. Als merk heb je ook een verantwoordelijkheid om te kiezen voor authenticiteit. Dat is interessant wat Koen hier zegt, want social media kunnen in het algemeen een zeer toxische omgeving zijn. Zo heb ik onlangs een campagne gezien van Dove die hierop inspeelt. In de video kijken moeders en dochters naar schoonheidsadviezen van influencers. En plot twist, opeens zijn de moeders zelf die de adviezen geven. Pretty scary, die deepfake. Naast die video is er ook een volledig dossier over dit thema. Zo heb je een gids voor de ouders, een confidence kids en noem maar op. Dove is al jaren bezig met een self-esteem project. Het is een project dat gaat over aanvaarden wie je bent. Het is influencer marketing, maar eigenlijk ook onderbouwde purpose marketing, als je het mij vraagt. De sector wordt dan wel professioneler, maar er is ook veel wildgroei. En dingen die niet zo oké zijn. Net als in de UK kwamen ook onze Vlaamse en federale overheid met regels. Eén daarvan is duidelijk maken dat een influencer een post in opdracht maakt van een merk. Want jongeren beseffen dat niet altijd en worden zo op een heel subtiele manier verleid om een product te kopen. Zorg dus dat de influencers waarmee je werkt hun post duidelijk labelen als komende van een merk. Hier wil ik toch ook nog eens even op inpikken, want de influencers worden tegenwoordig zeer nauwlettend in de gaten gehouden. Als je niet oplet of als je de regels niet respecteert, dan kunnen er zware boetes aan vasthangen. Zo werd een vriend van mij op de vingers getikt door de social media watchers. Hij was gewoon vergeten de sponsor te taggen in zijn Instagram story. Dus check de regels als je iets online post. Met influencers geef je je contentproductie uit handen. Probeer het daarom voor beide kanten zo duidelijk mogelijk te maken.
geef een gedetailleerde briefing met de verwachtingen, overleg met hen en blijf communiceren. Maar geef ze ook wel de ruimte om een ding te doen, zonder dat je hen helemaal versmacht in de regeltjes. Inderdaad, bedrijven begrijpen vaak nog niet dat influencers een eigen stijl, een eigen tone of voice hebben en dat ze die niet zomaar achterwege kunnen laten. Want waarom kies je anders voor die influencer? Toch? Overleggen is, zoals Koen zei, daarom belangrijk. Vond je dit een interessante video? Abonneer je dan op thefat5.be. Dank aan Aaron voor zijn verhelderende bijdrage. Merci, Koen. Nou, dat pakt me, zie. Zeg, Aaron, ja. Wat zou ik eigenlijk moeten doen om influencer te worden van Fred Perry? Oeh. I'd say keep on working, Koen. Keep on working. Tot volgende maand. Ciao.